De stad is in samenwerking met de provincie een verkiezing gestart, waarbij gezocht wordt naar de groenste inwoner. De gemeente wil op deze manier inwoners stimuleren zo groen mogelijk te leven om in 2035 energie-neutraal te zijn. Via de website groenstegroninger.nl is het mogelijk om jezelf of anderen op te geven en daarbij aan te geven op welke manier jij duurzaam bezig bent. Wij zijn op zoek naar de groenste Groninger. En dat is iemand die actief is op het terrein van milieu of energiebesparing of duurzaam bouwen. Het maakt eigenlijk niet uit. Het kan van heel erg klein zijn. Van mensen die de rotzooi om zich heen verzamelen en zorgen dat dat weggewerkt wordt. Tot een bedrijf wat heel veel aan energie bespaart of met een uitvinding komt dat je urine opeens kunt hergebruiken. Via de website hebben zich al een aantal mensen aangemeld. Sinds 2001 ben ik al bezig met hergebruik van regenwater. Heel mijn huishouden draait erop. Ik heb zonnepanelen op het dak staan, 12 stuks. Ik heb een zonneboiler. En ik ben een liefhebber van oude Groninger vruchtbomen. En die proberen we in het kader van Eetbare Stad nu ook over de stad uit te spreiden. Desondanks is hij nog niet helemaal tevreden. Nou, ik zou eigenlijk nog, daar neigt er nog een beetje naar, nog eens een keer een windmolentje willen hebben. Ik ben er ooit eens mee bezig geweest met die turbies. Maar ja, dat ligt allemaal wat gevoeliger. Maar daar zit ik nog steeds aan te denken. Hij heeft in ieder geval de buurt al enthousiast gemaakt. Omdat ik samen met mijn buurtgenoten mijn best doe om zoveel mogelijk mensen hier in de wijk over te laten stappen op zonne-energie. En die zonne-energie willen we graag lokaal produceren op onze eigen daken. Elders in de stad zijn ze ook druk bezig met groene initiatieven. We hebben al 20 zonneambassadeurs en er staan nog meer op de lijst. En we hebben twee straten die nog niet meedoen, maar die gaan we actief benaderen. De organisatie probeert zelf ook zo groen en duurzaam mogelijk te leven. Nou, vandaag in elk geval qua kleding wel. En ik heb er lol in om energie te besparen en ik heb zonnepanelen op mijn dak. Maar ik mag niet meedoen, dus wat dat betreft kom ik voor de titel in elk geval niet in aanmerking. Je kan jezelf of iemand anders nog inschrijven tot 14 oktober. Van 1 tot 20 november is het mogelijk om te stemmen via de website. Op 12 december zal een jury bepalen wie de groenste inwoner is.